Orgaandonor worden of niet? Dat is de vraag die elke 18-jarige in de bus krijgt. Jongeren weten vaak niet waarover het gaat. Daarom bracht Team Doorgaan samen met het Noorderpoortcollege het thema onder de aandacht. Ze zetten een voorstelling op voor en door studenten over orgaandonatie. Doorgaan is een project over orgaandonatie voor en door mbo-scholieren, waarin we theater maken rondom het thema orgaandonatie. De scholieren hier hebben in totaal 4 workshops hebben ze gehad rondom het thema en daarin gaan we door middel van theater met hun met het thema aan de slag. En waarom precies orgaandonatie als thema? Het is een project bedacht vanuit de Nederlandse Transplantatiestichting. De Transplantatiestichting heeft als doel om mensen te informeren over het thema orgaandonatie. En mensen tot nadenken te zetten over hun mening daarover. Of dat ze het eventueel wel willen worden of dat ze het eventueel niet willen worden. Ze merkten dat bij mbo-scholieren dat soms nog moeilijk was. Ze krijgen allemaal op het moment dat ze 18 zijn in Nederland, krijgt men een brief over orgaandonatie. Of dat ze het willen worden wel of niet. En ze merkten dat mbo-jongeren en jongeren eigenlijk ook in het algemeen daar die brief weglegden of daar heel weinig mee deden. Vandaar dat er gezocht werd naar een nieuwe vorm om te kijken hoe we dit thema konden behandelen. En vandaar is daar voor theater voor gekozen. Studenten kregen meer informatie over orgaandonatie. Vele stellingen passeerden de revue om hen te laten inzien welk belang donatie heeft voor mensen die het nodig hebben. De derde stelling is, ik wil nu nog niet beslissen over orgaandonatie. Dit doe ik later wel. Mogen jullie weer gaan staan als jullie het mee eens zijn en gaan zitten als jullie het er niet mee eens zijn. Ik zie al dat heel veel mensen staan, dus ik kies jou uit. Ja, ik wil graag later gaan beslissen. Omdat, ik weet het nu nog niet zeker namelijk wat ik wil gaan doen. Dus dat zie ik later wel. En nou, als ik 18 ben, bijna. Ik weet dat het eerder mag, yeah. Maar dan wil ik graag gaan beslissen. Dus nou, dat doe ik nog aan. Oké, dus je denkt nog even over na. De projectleiders zelf geven in ieder geval het goede voorbeeld. Wij zijn zelf alle drie donor en iedereen, het is wel grappig dat wij alle drie daar een eigen reden voor hebben. Voor één meisje waar ik het mee samen mee doe, een van de theaterdocenten, was gewoon heel natuurlijk dat ze het gewoon zou doen. Gewoon die brief gekregen, 18 jaar en meteen gewoon ingevuld op ja. Een ander meisje heeft een persoonlijk verhaal waarin haar vader op een gegeven moment een nieuwe nier heeft gekregen vanuit van haar moeder bij leven. Een donatie bij leven was dat. En ik zelf ben het eigenlijk pas geworden sinds dit project eigenlijk is gestart. Sinds ik hiervoor ben gevraagd. Tot die tijd vond ik het altijd een enorm eng idee om daarover na te denken. En het idee dat in me werd gesneden op het moment dat ik dood was, vond ik niet fijn. Ik denk van, je hebt je hele leven met je organen geleefd. Waarom dan ook niet als je dood bent? En op het moment toen ik echt zag dat je daar mensenlevens mee kon redden, dat het soms wel eens tot 7 mensenlevens kan gaan wat je met je organen kan bereiken, dan dat was voor mij wel de reden om het uiteindelijk wel orgaandonor te worden. Heel wat studenten woonden de voorstellingen bij. Meningen werden bijgeschaafd en heel wat ogen werden geopend. Ik vind dat de orgaandonatie natuurlijk wel erg belangrijk is. Want iedereen heeft recht op leven. Natuurlijk, verpleegkundige opleiding komt heel dichtbij. Dus ik stond er al wel positief in. En hoe heeft deze voorstelling jou veranderd of meer inzicht toen laten hebben? Nou, het heeft me wel duidelijker gemaakt. En de mensen die gastlessen hebben gegeven, dat vond ik wel heel belangrijk. Ben je zelf ook van plan om donor te worden? Ja, daar moet ik alleen nog een formulier van invullen en die heb ik thuis al liggen. Nou, ik dacht, na mijn dood dan gebeurt er niks meer met mijn organen. En als ik er iemand mee kan helpen, nog meerdere mensen, ja, waarom niet? En jij vindt zo'n voorstelling waar de mens probeert te informeren heel belangrijk, neem ik aan? Ja, want dat helpt heel veel mensen. Ja, heel belangrijk dus. Orgaandonatie is belangrijk. Voor meer info, ga naar www.projectdoorgaan.nl.